Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws, nieuws met eeuwigheidswaarde. We gaan beginnen aan een serie Bijbelstudies die voor ons van groot belang zijn in deze tijd. Ik wil graag met u spreken en behandelen de gaven van de Heilige Geest. Er is veel theologie, er zijn vele sprekers, er zijn vele leringen en filosofieën, maar weinigen worden geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarom is het belangrijk dat ons volk gaat leren, wat is nu die Heilige Geest? Dat is de Heilige Geest van Israël, die gegeven is aan het volk Israël. En aangezien wij daartoe behoren als Nederlandse volk, moeten we dat eigen maken. Moeten we inzicht krijgen in deze studie. Ik zeg, het is een studie, dus er moet behoorlijk aan gewerkt worden en je moet het eigen maken. Om de gave van de Heilige Geest te ontvangen, moet je bekeerd zijn, wederom geboren, gedoopt zijn door onderdompeling, wat dat wil zeggen dat je met Christus begraven bent en opgestaan. Dus niet met die druppeltjes op je voorhoofd als babytje, dan ben je Christus niet begraven en niet opgestaan, dus dan ben je nog even dood als voorheen. Want dan pas word je gedoopt met de Heilige Geest en dan komen die gaven van de Heilige Geest aan bod. We hebben ook de vrucht van de Heilige Geest, dat is een aparte studie, ook 9 delen van die Heilige Geest. En de gave van de Heilige Geest heeft evenveel delen. Daarom deze inleiding. Bij het begin van deze studie moeten wij goed beseffen dat de God die wij dienen een levende God is en de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Niet van andere volkeren, uitsluitend die van Israël. Dit is de God van de Bijbel. Dit is niet een gedachte. Het is geen idee. Nee, het is werkelijkheid. Dit wat hij doet, wat de Bijbel zegt dat hij doet. Dit heeft hij gedaan en zal dit ook doen in de toekomst en in ons alledaagse leven. Let op, de mens kan gemakkelijk niet alleen in zonden vervallen, maar de christen kan ook zeer gemakkelijk in een vorm van doodsheid in zijn ziel vervallen, omdat hij maar blijft doorgaan. Hij kan in een zekere mate van geloof bezitten, zelfs een goed geloof aanvaarden en onderschrijven. Hij kan zelfs naar een goede gemeente gaan, maar kan ook samen met de stroom meedrijven en met iedereen op de weg wandelen. Maar er is iets positiefs wat een mens in zijn geest moet krijgen. Je moet er een geloof en een vonk in je hart hebben en dit blijven aanwakkeren. Tegen zo'n geloof strijdt de vijand om zijn ziel te doden. In vele gebieden van ons leven is dat zo. Er zijn goede intenties, je zal mensen ontmoeten, doodgoede mensen, die een vooruitstrevendheid in zich hebben, maar heeft geen drang om de waarheid te zoeken. Een mens moet een geestelijk verlangen krijgen in zich, men moet Gods belofte zien, wij moeten zijn woord zien en weten wat hij voor ons beschikbaar heeft. En dan moet je je daarnaar uitstrekken en grijpen. Daarom zegt de Heere, nader tot mij en ik zal tot jullie naderen. Daarom wil ik beklemtonen dat als wij God onze Vader noemen en je bent wedergeboren, dan is God jouw Vader. God is bovennatuurlijk, dan moeten ook wij bovennatuurlijk zijn en behoort een bovennatuurlijk leven in
ons te zijn. In ons persoonlijk leven en ook in onze gemeente. De gemeente waar ik van spreek heet Ecclesia. Dat betekent de uitgeroepenen uit Israël en is het eigendom van de Heere Jezus. Dus niet wat voor naam die gemeente draagt, is niet van belang. Wij moeten de geaardheid hebben van de gezalfde koning van Israël. Wij zijn opgegroeid in vele geslachten waar nooit, let op wat ik zeg, een wonderwerk in een dienst werd verwacht, waar wij nooit de Heilige Geest verwachten om tegen ons te spreken of om aan ons openbaringen te geven. Maar het is anders. Als je naar een waarzeggende zigeuner gaat, of andere van deze lieden, of als een dobbelsteengooier. U kent dat wel, die mensen die altijd maar gokken. Of een of andere toverdokter. Vroeger hadden we in Nederland Jomanda. Nee. In onze kerken, in onze groepen, moet het een werkelijkheid zijn. Nou. Hiermee, met al die verkeerde dingen, met het dragen van bandjes, een sleutelhanger, met een hoefijzer, bokkenpootjes. Mensen zijn overal, je ziet ze met bandjes lopen. Dat was in, ze hebben allemaal van die hypes, waarvan ze verwachten dat ze iets krijgen. Nou, het is allemaal vanuit het rijk der duisternis. Doen we dat dragen, gaan we daarmee om, gaan we een boeddha-beeldje aanbidden, zetten we daar een kaarsje voor, of weet ik veel van die andere nonsens, dan dienen wij hier de duivel mee. Hij wil zich manifesteren op die manier en hij wil geloofwaardig zijn. Maar wij hebben te maken met een levende God. We leven nu in een verschrikkelijke toestand. Wij behoren niet op te springen en zeggen, heren, wij zijn schuldig. Heren, wij zijn ver achter wat wij behoren te zijn. We moeten ons bewust zijn van ons tekortkomen die de Heer wil aanvullen door de doop met de Heilige Geest en een gave aan zijn kinderen geven. Nou, in deze trant gaat deze studie om u erop te wijzen. Ik ben niet bevooroordeeld. Ik zal u een voorbeeld geven. Een kind van een vogel kan vliegen. Hij kan een nest bouwen. Hij weet wat zijn vader en moeder gedaan hebben, zonder dat hij ooit dit van zijn pa en ma heb gezien. Hoe komt dat? Omdat dit zijn natuur is. Als ik uit God geboren ben, let op wat ik zeg, moet ook ik de goddelijke natuur bezitten. Voor deze studie gaan we naar 1 Korinthe 12, waar de 9 gaven worden gegeven en vermeld. Dan gaan we 3 groepen opnoemen. Er zijn 3 openbaringsgaven. 1. Het woord van wijsheid. 2. Een woord van kennis. 3. De onderscheid van geesten. Dan krijg je 3 krachtgaven. 1. Geloof. 2. De werken van krachten of wonderwerken. En punt 3. Genezing. Dan zijn er 3 inspiratie of vocale gaven. Dus de gaven die over je lippen komen wat jij spreekt. 1. Talen. 2. Uitleg van talen. En 3. Profetie. We lezen nu het volgende gedeelte in 1 Korinthe 12, vers 8 tot 11. Want, zegt Paulus, aan de een wordt er door de geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de andere met kennis te spreken, kracht is dezelfde geest, aan de een een geloof door dezelfde geest, en aan de ander gaven van genezing door die ene geest, aan de een werking van krachten, aan de andere profetie, aan de een het onderscheiden van geesten en aan de ander allerlei tongen. En aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest die in ieder
in het bijzonder toedeelt, let op, gelijk hij wil. Ja, prijs de Heer. Wij hebben hier de 9 gaven opgenoemd. In vers 7 zien wij de manifestatie. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven, let op, tot welzijn van allen. Niet alleen voor jou als privépersoon, maar voor allen. En die allen is het lichaam van die gezalfde koning van Israël. Nu iets wat jij manifesteert, is iets wat jij wijst, dat is wat mensen kunnen zien. Er zijn te veel van deze dingen die geslachten werden onderdrukt in kerken. Jouw geloof is niet iets innerlijks, iets wat men niet hoeft te zien. Dit is iets wat jij hoeft te openbaren. Maar hoe was het bij de Heer Jezus? Kijk naar zijn wonderen, zijn tekens, de storm die hij stilmaakte op de zee. Hij zei, zwijg, wees stil. Hij heeft brood en vissen vermeerderd. Dit waren tastbare dingen. Dit waren wonderlijke dingen. Hoe komt het toch dat dit vandaag niet meer gebeurt? Denk u niet, als de wereld een beetje meer manifestaties van de Heilige Geest ziet, dat de wereld ook meer de God die wij dienen zullen erkennen? Vers 7 zegt ons, maar aan een ieder wordt de openbaring, dat wil zeggen de manifestatie van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Met andere woorden, en ieder van deze 9 gaven is een manifestatie. Dit is een werking die mensen kunnen zien. Dit is van het grootste belang. Wij moeten ons geloof kunnen demonstreren. Mogen God ons genade geven door deze studie die u als christen, als kind van God en als één die de Heilige Geest lief heeft, dat u uw eigen leven daaraan gedurig zal wijden en zeggen, Heere, ook ik geef mezelf, ook ik, Heere, stel mezelf voor u beschikbaar, dat de manifestaties van de Heilige Geest ook door mij in werking zal komen of door mijn toedoen. We gaan in de volgende opname gaan we dan verder met de eerste gave van de 9 van de Heilige Geest. In het bijzonder behandelen we dan de gaven van het woord van kennis. Daar staat in 1 Korinthe 12 vers 8. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken en aan de andere met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest. Tot zover deze algemene inleiding en op de volgende opname ga ik dus verder met de eerste gave. De gave van het woord van kennis. Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob u enthousiast maken om deze studie te volgen, om gelijkvormig te worden naar het beeld van de Zoon van God. Amen.